Holy shit, jongens. Ik heb zojuist van Carmel, de clipmaker, de clip gekregen. De eerste versie van de clip. En ik ben zo blij, jongens. Ik wil jou hier de hele nacht. Naar een nieuwe vlog en vandaag is het fantastisch weer, jongens. Och, ik word er weer helemaal vrolijk van. Kijk nou eens eventjes, het zonnetje schijnt weer volop. En gisteren heb ik mijn kamer opgeruimd. Ik heb het gisteren allemaal stof vrijgemaakt, doekjes overheen gehaald. Dit heb ik helemaal opgeruimd, hier zit ook helemaal geen stof meer op, niks. Dit heb ik helemaal leeg gehaald, hier lag ook allemaal kleren en troep op en al dat gedoe. Dit heb ik helemaal afgedaan, maar kijk, je ziet er zeg maar nu alweer dat er stof is gaan liggen. Maar ja goed, misschien ook omdat ik daarna ook pas mijn kleding ging opruimen en zo wat hier lag. Dit is het enige wat ik nog eventjes moet sorteren. Er liggen nog een paar dingetjes. En dan is mijn kamer eigenlijk weer helemaal redelijk schoon. Dan moet ik even dit wegbrengen, dat is het afval. En dan heb ik weer een hele schone, mooie, lege kamer, jongens. Wat een dag, jongens. Wat een dag. Ik kan er zo blij van worden als ik wakker word en er is gewoon een... En ik zie lekker veel licht, ik zie een lekker zonnetje. Dan word ik me helemaal vrolijk en blij en gelukkig. Ik ga het raam open doen. Zo, poh. Heerlijk. Kijk eens even. Een vol schijnende jongen. Dit is lekker zeg. Hé, ik ga lekker een koffietje pakken, ga ik lekker editen. En dan ga ik straks richting Haarlem, lekker naar de sportschool. Lekker eventjes sporten weer, jongens. Want ik wil echt weer een beetje normaal gaan doen qua sporten en qua eten. Nou, niet qua sporten, juist. Ik moet juist weer veel gaan sporten, logisch. Maar ik bedoel meer qua eten. Want ik merk dat ik al gewoon iets dikkere kop weer krijg. Woe! Nee, wat ik wilde zeggen, ik merk al dat ik weer een iets dikkere kop krijg. Gewoon weer een beetje zo'n vet flubbertje hier. En dat is zonde, aangezien ik natuurlijk gewoon eerst 2 maanden lang echt heel erg goed heb opgelet. En heel erg mijn best heb gedaan om gewoon helemaal droog te worden. Toen was ik 11% vet volgens mij. En volgens mij zit ik nu alweer op 14 of zo. Dus dat is niet best. Dus ik ga vanaf vandaag weer eventjes goed opletten. En ik heb het vorige keer ook wel een paar keer gezegd. Dat ik zei van ja, ik ga weer even opletten en vervolgens het niet doen. Maar nu ga ik het echt weer even doen. Ik ga ook even weer zelf voor mezelf koken. Ik ga weer even lekker die kip, rijst en groente maken. Dat is altijd goed. Ja, kijk, nu was het gewoon zo als Ruben of Willem iemand niet ging koken. Dan was het heel makkelijk om te denken van, ah, weet je wat, ik bestel wel even wat. Of ik ga wel even met die ergens eten. En dat is natuurlijk en heel erg slecht. Omdat eigenlijk al het eten wat je bestelt is meestal sowieso ongezonder dan als je zelf bijvoorbeeld lekker een kip met rijst en groenten kookt. En het scheelt heel veel geld. Want als je bijvoorbeeld nu gaat bestellen, dan ben je sowieso rond de 15 tot 20 euro kwijt als het niet meer is. En als ik gewoon bijvoorbeeld kip, rijst en groenten ga maken, dan ben ik, wat is het? Nou ja, ik weet het eigenlijk niet, maar volgens mij sowieso minder dan dat. Ja, 100%. Het is eigenlijk voor alles goed, jongens. En mijn gezondheid en mijn geld. Dus ik ga even gezond doen vanaf vandaag. Ik wil jullie ook eventjes bedanken voor de lijpe support op wat is er gebeurd, jongens. Op TikTok heeft hij al bijna 1000 video's. Dus er zijn al bijna 1000 TikToks met de sound gemaakt. En ik heb al 8000 pre-saves. En dat is echt heel erg veel. En ik wil jullie ervoor bedanken, jongens. Want het is echt gewoon... Ik weet niet wat er gebeurt. Maar normaal gesproken gaat het niet, zeg maar, uit niet zo hard. Want nu heb ik zelf heel erg gepromoot. Ik heb eigenlijk nog niet aan bijna niemand van mijn influencer vriendjes gevraagd van... Hey, kunnen jullie dit even delen behalve Gio? En het gaat gewoon uit zichzelf gewoon zo hard, jongens. Jullie vinden het allemaal zo'n leuk nummer. Dat jullie gewoon uit jezelf allemaal TikToks gaan maken. En ik wil jullie daarvoor bedanken. Want ik vind het leuk om te zien. Ik check ook echt elke TikTok. Gisteren zei ik ook tegen Ella van... Toen Ella aan het slapen was, ben ik gewoon echt al die 1000 TikToks langs gegaan. Allemaal gelijk als het goed is. Dus ik vind het echt leuk om te zien, jongens. Dankjewel, dankjewel. En nog eventjes wachten, jongens. Want 3 maart, dat is dus donderdag... Ja, eigenlijk vrijdag. Vrijdag is 3 maart. Maar donderdagavond om 12 uur komt hij uit. Ik kan echt niet wachten, jongens. Deze week komt hij gewoon uit. Holy shit, wat heb ik hier zin in. Wat ik ook zin in heb, is een heerlijk koffietje. Een lekker koffietje. Zo. Ga maar even warmborden en dan verwacht ik over een paar minuten een koffietje. Ik ga de week goed beginnen, jongens, met een banaan. En als het goed is, heb ik hier ook nog magere kwark. Kijk eens even. Holy shit, jongens. Ik heb zojuist van Carmel, de clipmaker, de clip gekregen. De eerste versie van de clip. En ik ben zo blij, jongens. Ik zat gewoon naar het scherm te kijken en ik zat gewoon de hele tijd gewoon spontaan te lachen. Omdat ik dacht van, dit is echt perfect. En ik ga het natuurlijk nog niet aan jullie laten zien. Maar jullie mogen alleen het eerste shot zien. Dat was het. Dat is het enige wat jullie mogen zien. Mijn naam. Och jongens, hij is zo dik geworden.
Hij is zo vet geworden. Holy shit. Oh, ik ben hier echt zo blij mee. Dit is echt lijp. Zeg maar, de vorige clips die ik had gemaakt waren ook leuk. Bij deze had ik natuurlijk ook echt gewoon zo'n zeg maar, verhaallijn gemaakt. Goed alles uitbedacht. Alles goed voorbereid. Ja, dit is echt. Deze clip is zo vet geworden, jongens. Holy shit. Ik ben hier zo blij mee, jongens. Maar goed, ik ga eventjes editen. Ja, dit gaat goed, dit gaat goed. Jongens, 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 jongens. Wat een heerlijke dag, jongens. Ik ben klaar met editen. Ik heb mijn tweede koffietje. Ik sta hier in de zon. Ik heb net weer mijn videoclip gekeken en hij is zo dik. Ik ben ook echt heel erg blij met het nummer wat ik met Lasse heb gemaakt laatst. Ik ben er echt zo tevreden over, jongens. Ik zit weer in een goede flow. Ik zei het laatst in een video, weet je wel. Toen ook echt, ja, ik weet niet waarom ik dat, ja, nou ja, waarom ik dat zei. Ja, ik weet wel waarom ik het zei. Ik zat dat moment... Toen ik dat zei in de vlog, zei ik zo van, jongens, weet je, ik zit even een beetje in een dipje. Het gaat even wat minder, zeg maar, aangezien ik gewoon druk in mijn hoofd ben. Maar nu ik, zeg maar, alles heb gedaan, zoals de videoclip is nu af. Alles is redelijk goed geregeld voor wat is er gebeurd voor de release donderdagavond. Dus dan voelt het alweer gelijk een stuk chiller. Ik kan weer lekker relaxed vloggen, zeg maar, gewoon. Het praten in de camera is gewoon weer veel natuurlijker, zeg maar. Op een gegeven moment was ik, zeg maar, op een bepaalde... Ja, gewoon een bepaalde drukte in mijn hoofd. Had ik een bepaalde drukte in mijn hoofd. Dat ik gewoon ook gewoon, zeg maar, niet spontaan lekker kon vloggen. Maar nu gaat het gewoon weer heerlijk, jongens. En daarom wilde ik dat eventjes zeggen. Want het zonnetje schijnt. Ik heb een tweede koffertje. Dus, de dag kan niet meer stuk. Ik ga straks ook nog eens sporten. Wat wil je nog meer? Oh, potjandori. Oh, kijk trouwens deze boom. Dit is echt een zielig boompje. Weet je nog dat ik deze had gekocht? Kijk hoe deze eruit ziet en deze eruit ziet. Deze is, zeg maar, mooi groen. En deze is echt een beetje, ja, een beetje heel licht, gele, gedoten groen. Maar die stond eerst hier in het hoekje. En kijk, als die hier zo staat, dan staat die precies hier in de schaduw. Dus ik heb hem nu eventjes in het zonnetje gezet. Jongen, je wordt eventjes in het zonnetje gezet vandaag. Oh, hij laat ook allemaal dingetjes los. Ja, we moeten hem echt even wat meer water geven, jongens. Hij moet beter verzorgd worden. Het is echt bizar, jongens. Gisteren speelde Jake Paul, die moest vechten tegen Tommy Fury... En Hanwei had 20.000 euro ingezet op Jake Paul en Tommy Fury heeft gewonnen. Dit is echt, dat is toch top? Dat is gewoon de droom die uitkomt. Gewoon in een paar uur, of nou ja, gewoon in een uurtje, hoe lang is een bokswedstrijd? Gewoon 20.000 euro weg, kwijt, weg. Oh, ik heb met Hanwei te doen. Ik heb het echt met Hanwei te doen. Hanwei, als je het ziet, is niet slim, jongen. Is niet handig. Ik had trouwens ook wel verwacht dat Jake Paul zou winnen, hoor. Dus als ik, zeg maar, geld had ingezet op een bokser... Dan had ik ook Jake gekozen. Volgens mij had trouwens niemand verwacht dat dingen zou winnen. Dat Tommy Fury zou winnen. Of waren er wel mensen... Ik weet niet, ik weet überhaupt niet of jullie dit allemaal checken en zo. Maar waren er mensen van jullie die dachten dat Jake zou verliezen? Ik ben echt wel benieuwd. Tijd om de lift in te gaan. En richting Haarlem te gaan. Om te gaan gymmen. Oeh, ik heb er zin in vandaag. Ik ga vandaag even gekke gewichten tillen, jongens. Ik heb alleen geen zin om mijn benen te trainen. Jongens, mijn auto is echt smerig. Ik moet hem even ook langs de wasstraat halen straks na het sporten. In Haarlem zit een goede car wash, dus niet vergeten. Oh, er komt een andere auto aan. Back off, back off, back off. Kom, die jongens, de trek met Lasse aan. Ik ben niet om me heen. Ik wil jou hier de hele nacht. Zeg maar, ben je morgen vrij? Want jij gaat mee met mij. Ik ken je beter dan je dacht. Maak je maar geen zorgen, want ik weet wat je lijkt. Woe! Jongens, deze, dit is weer echt een compleet andere stijl dan wat ik normaal heb. En wat voor nummers ik normaal maak, zeg maar. Maar dit is zo'n lekker nummer, jongens. Ik hou zelf ook heel erg veel van house. En dit is dus een, ja, gewoon een nummer, een house nummer, zeg maar. En stel, ik ga ook binnenkort shows doen, dan kan je dit zo lekker optreden, jongens. Dit is echt een topnummertje. Maar goed, eerst natuurlijk 3 maart. Wat is er gebeurd, jongens? Het is vandaag maandag. Voor jullie dinsdag, maar het is vandaag maandag, jongens. Och, donderdag nacht om 12 uur komt hij gewoon uit. Ik heb er zoveel zin in. En heb je hem nog niet gepresaved, doe dat dan eventjes. Link staat in de beschrijving. En als je dat doet, dan ben jij de eerste die hem kan luisteren, jongens. Je bent dan gewoon de eerste. Wat bizar. Wat bizar gaaf. Pof, die is dicht. En op slot. En we zijn in Haarlem. Perfect. Hallo. Hi. Hallo. Is er niemand in de sportschool? Nee, voor mij is fysio is er. Oh, ik dacht al. Het is een privé gym vandaag, jongens. Ja, bizar. Och, wat ik net ook al zei, jongens, ik heb er zin in vandaag. Ik heb dat niet gedaan. Is dat niet gewurst? Nee. We gaan lift some in de Noorden en dit en dat, Jan.
Nou, oké, nu ging ik te ver. Hé, hey, wat ik net ook al zei, jongens, ik wil weer een beetje wat fitter worden. Ja, het gaat wel hard, man. Ja, het is. Kijk, het is niet heftig, maar het is gewoon. Heb je koude handen? Ja. Maar het is gewoon niet. Kijk, het is niet heftig. Maar ik merk dat het gewoon, het moet weer even wat strakker. Want het is niet dat het me tegen zit, maar ik dacht wel, het is eigenlijk zonde dat we 2 maanden lang hebben lopen pompen. En dat het dan nu zo snel weer terug aan het komen is. Zeg maar, ik ben niet dik. Nee, maar je bent gewoon van het ene levensstijltje de andere gestoken. En dan ben je klaar en denk je, been there, done that, en we gaan weer lekker terug. Ja, maar dat gaan we dus niet doen. Nee. Ik ga vandaag weer kip, rijst en groente maken. Echt? Ja. Wat heb je vandaag nog gegeten dan? Kwark alleen met een banaan. Oké. Wat gaan we doen vandaag? Gaan we pompen? Wat gaan we doen? Ja, we gaan pompen! Ik wil eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen, maar we moeten een klein beetje beentjes. Nee, ik zei net al aan de vloer, ik wil geen benen trainen vandaag. Ja, gast, zaterdag heb ik zo zwaar upper getraind, dat ik kan mezelf het niet aandoen. Maar we kunnen wel een beetje upper doen, we kunnen in de mix. Oké. We gaan mixen morgen, vandaag. Ben je er morgen ook? Ik weet niet, misschien wel. Morgen 12 uur gaan we ook. Oké. En misschien dat we donderdag ook nog wel even kunnen en vrijdag ook. Dat we gaan 4 keer pakken. We gaan even. Oké. Gaat goed hier, jongens. Gaat goed. Oh. Zo, ik heb mijn benen getraind vandaag. Eigenlijk echt precies wat ik niet wilde. Maar goed, ik moet ook niet zo zeuren, jongens. Ik moet ook niet zo zeuren. Als ik sterk wil worden en wil afvallen weer, dan moet je benen trainen. Want met je benen trainen val je het meest af, omdat dit ook je grootste spieren zijn. En als je dat dus heel veel traint, of nou goed traint, zeg maar, dan maak je stofjes aan. Ik weet ook niet precies wat het is, maar dan maak je meer stofjes aan, zodat je overal afvalt sneller. Maar goed, het is tijd om lekker naar huis te gaan. En in de periode dat ik heel veel aan het sporten was, maakte ik altijd dus kip met rijst en gewoon groente. En ik heb daar zin in vandaag, jongens. Dus ik ga lekker naar huis. Dan ga ik even lekker boodschappen doen. En dan ga ik koken, jongens. Ik ga even lekker koken voor mezelf. Ik heb net een post gedaan met de cover art van Wat is gebeurd, jongens. En als je hem even goed wil zien, moet je eventjes naar mijn Insta gaan. Want ik heb, mijn laatste post is dus de cover art. En ik ben daar zo blij mee, jongens. Ook met de clip. Ik meen het serieus. Alles verloopt tot nu toe echt perfect. De cover art vind ik echt gruwelijk vet. De videoclip is echt niet normaal geworden. Dus ik ben echt heel erg blij met alles, jongens. En ik zeg het al de hele tijd dat het een van mijn dikste nummers is. En ook dikste clips die ik tot nu toe heb. Ik ben gewoon heel erg blij, jongens, met hoe het gaat, met wat is er gebeurd. Maar wil je nou even de cover art goed zien, dan moet je eventjes naar mijn Insta gaan. En me eventjes volgen. En eventjes de foto liken en even reageren. Laat maar even weten wat jullie ervan vinden, jongens. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Uh-oh. Ik heb hier geen zin in. Maar ik rij momenteel een file in. Yes. Ik heb hier zin in. Ik vind het echt leuk dat ik in de file sta. Maar ik snap het niet. Het is 4:30. Ja, oké. Maar ja, het is 4:30 op een maandag. Maar het staat helemaal vast. En meestal richting Amsterdam staat er nooit een file. Zeg maar altijd aan de andere kant. Maar kijk, hier zit nu ook nog geen file. Dus er zal wel wat gebeurd zijn of zo. Ik heb er geen zin in. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik wil het helemaal niet. Nou, jongens, het rijdt niet echt door. Maar ik ben gewoon weer vergeten naar de wasstraat te gaan. Ik zei net ook nog tegen jullie van, oké, ik moet het gaan onthouden. Ik moet naar de was gaan, want mijn auto is vies. En wat doe ik? Ik vergeet het. Lekker bezig. Lekker bezig. En dan sta je ook nog eens in de file, jongens. Potjandori. Ik moet zeggen, het valt me eigenlijk wel mee. Kijk, tuurlijk is file niet leuk, maar ik ben lekker Post Malone aan het luisteren. En ik zit lekker met mijn raampje open zo. Een beetje bij te komen van mijn gymsessie van net. Ik zit prima, jongens. Het is prima zo. Back home, jongens. En potjandori. Hey. Hi. Ben al aan het snijden. Wat goed, hé. Wim die is naar de supermarkt gegaan om kip te halen, groente en rijst. We gaan even gezond doen weer, Wim. Ik ga weer even gek doen.
Even gek doen als in even niet gek. Even gek doen als in even nu, maar even gek doen. Potjandori, ik heb er wel zin in hoor. Ik moet zeggen, je maakt hem wel altijd lekker. Ja, ik ben echt, zeg maar, ik denk ook, nou ik weet het eigenlijk zeker. Ik heb anderhalf jaar hotelschool gedaan en daar leerde ik ook koken en dingen maken. En ik wil nou niet zeggen dat ik nu een gekke kok ben of zo. Je weet wel hoe het moet. Ja, ik weet wel hoe het moet. En ik weet ook zeker dat als ik me een beetje ga verdiepen bijvoorbeeld in een gerecht, dat ik ook echt gewoon goed kan koken. Want bijvoorbeeld het is meer dit, de luiheid. Het is meer de luiheid dat ik niet maar wil. Ik denk ook dat ik kan koken, maar ik doe het gewoon nooit. Ik heb echt wel eens, zeg maar, wij kookten heel lang met die pakketten die je thuis kreeg. De Hello Fresh. Yeah. Ja. Het ging altijd perfect. Ja, het gaat ook perfect, zeg maar. Het is ook echt wel te doen. En ik denk ook serieus wel dat als ik inderdaad. Het is inderdaad gewoon de luiheid, wat je zegt, man. Yeah. Want het is gewoon dat ik niet wil koken. En dat het allemaal. Het neemt wel veel van je tijd in beslag. Ruben vindt het leuk. Ja, en Ruben kookt veel, dus dan hoeft het ook niet. Maar het klinkt misschien een beetje lui. Maar weet je moet naar de winkel, je moet boodschappen doen, dan moet je gaan koken. Dus dan ben je sowieso wel weer een uur of. Of een uur en een kwartier, anderhalf uur ben je alweer bezig. Terwijl je dat eigenlijk liever wil besteden aan iets anders. Ja. Belangrijk, zoals tv kijken of Fortnite spelen. Ja, tenzij je er voldoening aan krijgt. Ja, dat wel. Maar goed. Wij dachten vanavond, komt Ruben wel eten trouwens? Weet ik niet, voor mij is hij aan tennissen met Anne. Oh. Kijk eens even jongens, hé. Hey. Kijk eens even wat er wordt gedaan. Er wordt gewoon gekookt. Lekker op hoog vuur. Oh jongens, dit is zo lekker. Oh. Ik vertelde jullie natuurlijk net het verhaal over dat ik echt wel kan koken, maar echt jongens, ik ben goed in kip bakken. Kijk even hoe lekker dat eruit ziet jongens. Het ziet er zeg maar niet, zeg maar uit alsof het lekker is. Het lijkt echt zo'n prutje met een beetje groente en wit rijst. Zeg maar, het is niet, maakt het niet lekker. Nee, maar het is dus echt heel lekker, maar het ziet er niet, zeg maar, het ziet er niet mooi uit. Als je dan weet je dat dit goed is. Ja, maar het ziet er zeg maar niet mooi uit, maar dit is lekker jongens. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Even gezond weer. Kijk eens, wat een rust hier in huis. Willem die is bij zijn moeder slapen, aangezien hij morgen weer moet werken. En hij moet dan altijd heel vroeg werken, rond een uurtje of 7. Dus dan is het voor hem zeg maar idealer om gewoon lekker in Haarlem te slapen. Dus ik ben helemaal alleen. Ruben die is bij Amber. Dus het is echt eventjes quality time voor mezelf jongens. Ik ga denk ik even of Fortnite'en met Danny of zo. Of ik ga even een leuke film kijken. Alleen, ik heb de laatste tijd gewoon een beetje dat ik niet zo goed weet welke film ik nou wil kijken. Omdat ik, ja... Ik vind films heel leuk, maar ik vind ze niet snel leuk. Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar, ik vind goede films kijken echt leuk, maar ik vind niet heel vaak films echt als... Zeg maar, ik vind niet... Jezus, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Ik vind films heel leuk, maar ik vind films niet snel leuk. Snap je wat ik bedoel? Ga daar maar eens over nadenken. Even kijken wat ik ga doen. Ik belde Danny net om te vragen of ik kan Fortnite. Maar nu kijk ik bij HBO. En kijk nou eens even. Een nieuwe aflevering van The Last of Us, jongens. Het is zo'n vette serie. Ik vind het echt een hele leuke serie. Dus die ga ik eventjes lekker kijken, jongens. Oh, hier heb ik echt zin in. Echt chill. Ik zat hier te kijken en Danny zei van... je hebt ook al aflevering 7. Maar ik had dus gisteren aflevering 6 gekeken. Maar ik wist niet dat er nu al een nieuwe aflevering online stond, joh. Jeetje. Hey, wat een dag. Klik hem aan, jongen. Ja, joh. Hup. Aflevering 7. Left Behind. Let's go. Ik heb net nog eventjes lekker een potje Fortnite gespeeld met oma Dennert. En het is nu tijd om te gaan slapen, jongens. Ik ga lekker mijn bed in, jongens. Ik vond het een lekkere dag. Ik heb veel gedaan. Ik heb mijn kamer weer even verder opgeruimd. Ik heb dingen voor de belasting gedaan. Dat soort dingetjes. Allemaal boekhoudwerk en zo. Dus ik heb een voldaan gevoel vandaag. Dus ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe video. Later!